maffia-wezen, wereld. Dus daar moet ook tegen worden opgetreden. Dank u wel. Dan heb ik de heer Zijlstra 1 minuut. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als het rapport over georganiseerde misdaad één ding aantoont, dan is het wel dat de Europese Unie een ideale voedingsbodem is voor criminaliteit. En het is al vaker geconstateerd, het vrij verkeer van personen is vooral een vrij verkeer van criminelen. Ondertussen moet ieder land zich wapenen tegen het grootste rapalje dat in de EU te vinden is. In Nederland, voorzitter, hebben we al geen antwoord op de straatterreur van Marokkanen. En we zijn dan ook niet opgewassen tegen de criminaliteit zoals die voorkomt op de Balkan. De onbeschaamdheid van Bulgaarse bendes om voor miljoenen onterechte subsidies aan te vragen in Nederland. Roemenen die onvervangbare schilderijen in Rotterdam stelen en vervolgens blijken te verbranden. Bendes uit Oost-Europa die op grote evenementen honderden smartphones stelen. Hoe moet je dit alles bestrijden? Nou, voorzitter, ik kan u dat wel vertellen. In tegenstelling tot wat dit rapport stelt, hebben we niet meer Europa nodig, maar juist minder. We hebben ondertussen geleerd dat open grenzen niet werkt. Voorzitter, de lidstaten moeten zelf ingaan over wie erin mag en eruit moet. Dat is de enige oplossing. Dank u wel. Thank you very much. Dank u wel. Dan heb ik nu mevrouw Hohlmeier, 2 minuten. Lieve collega's en collega's. Beste collega's, ik ben het niet eens met de spreker voor mij. Open grenzen zijn goed, die tonen aan. En we hebben daar veel van geprofiteerd. Maar dat we dan georganiseerde criminaliteit.